Toeter, 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 toeter. Met Romana op de scooter. Zanger Rinus scoort enorme kijkcijfers op internet. Zijn clip met Romana op de scooter is al bijna 5 miljoen keer bekeken. Maar muziek maken zit er voorlopig niet meer in voor Rinus. Rinus ligt hier in kamer 13 in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Nou, het gaat wel. We hebben een bosje bloemen voor je meegenomen. Nou, dat is leuk. En een dikke knuffel. Hopelijk verzacht dat de pijn een beetje. Ja, een beetje wel. Gisteravond gaat het mis op de A28. Rinus komt terug uit Sint-Oederode, waar hij optreedt met zangeres Deborah. Hun tourmanager zit achter het stuur en vliegt hier uit de bocht. Op dat moment ligt Rinus lekker op de achterbank te slapen. Dus ik was al moe van, nou, mijn chauffeur rijdt me van huis. En opeens was het... Gelukkig heeft Rinus zijn gordel om. Het drietal belandt in de greppel. De zangeres en tourmanager blijven ongedeerd. Maar Rinus loopt een scheur in zijn borstbeen op. En dan moet je blij zijn dat ze autoriem hebben uitgevonden. Want anders was ik er niet meer geweest. Ja, denk je dat echt? Ja, dat zijn ze wel. Dus echt heftig. Ja, want zie je, de boel gebroken, maar dan wordt het meer gebroken. Er stonden de komende tijd veel optredens gepland, maar die zijn allemaal gecanceld. Rinus en Deborah die zijn heel druk met optreden. En je hebt Hemelvaart weekend natuurlijk, dus woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Een hele leuke festival stonden er gepland, maar die hebben we, om Rinus en Deborah even een beetje rust te geven, gewoon gecanceld. Hallo met Rinus. Over de Leeuwarder Courant. Nou, ik zal even een manager geven. Als het aan Rinus ligt, gaat hij snel weer op tournee. Want zo'n ziekenhuiskamer vindt hij maar niks. Zo eenzaam in hokjes zitten en dan van die tralies. Ik denk, het lijkt toch wel een gevangenis. Vanmiddag is Rinus weer naar huis gegaan, naar zijn Ramona. De komende tijd zal hij rustig aandoen.